Beste mensen, Apeldoorn hield vanochtend de adem wel een beetje in, denk ik. Dit kwam natuurlijk door de aangekondigde koffiedrinkbijeenkomsten die vorige week in andere steden zo fout zijn afgelopen. Ik ben dan ook opgelucht dat het vandaag goed gegaan is hier in Apeldoorn. Ik weet dat er van tevoren veel onrust was in de stad, bij ondernemers, bij inwoners die zich zorgen maakten over hun huizen, de winkels en de bedrijven. En die zorgen begreep ik. De beelden van vorige week en de afgelopen dagen waren dan ook zeer zorgwekkend. Maar demonstreren is een grondrecht. Het is belangrijk dat mensen hun mening kunnen blijven geven en daarom wilden we ook de bijeenkomst niet van tevoren al verbieden hier in Apeldoorn. Maar wat we ook echt niet wilden is geweld en vernielingen in onze mooie stad. En daarom hebben we samen met de politie de risico's zo goed mogelijk op een rij gezet en voorzorgsmaatregelen genomen, zoals een noodverordening en het weghalen van losse spullen in de openbare ruimte. Dank dat jullie daar allemaal ook zelf aan hebben bijgedragen, voor zover van toepassing. Vanochtend nog kregen we signalen van ernstig dreigend geweld tegen personen. En om die reden is er toen nog een noodbevel voor de hele stad afgekondigd. Geen demonstratieverbod, maar een noodbevel, zodat de politie snel kon optreden. En dat heeft gewerkt. Aan de randen van de stad heeft de politie een aantal verdachte personen tegen kunnen houden en terug kunnen sturen. 3 mensen zijn aangehouden vanwege het bezit van slag- en steekwapens. En die zijn opgepakt. En dat maakte wel duidelijk dat er noodzaak was om het noodbevel af te geven. De bijeenkomst op het Zwitserterrein is goed verlopen. Zo'n 400 mensen die daar bijeen waren, zijn rustig bij elkaar geweest. Ik hoorde zelfs dat de sfeer gemoedelijk was. En dat doet goed. Op enig moment moest er wel een oproep worden gedaan om zich aan de coronamaatregelen te kunnen blijven houden. Maar ook dat verliep kalm. Uiteindelijk zijn de demonstranten op eigen initiatief naar huis gegaan. Waarbij 1 demonstrant zelfs opriep via een megafoon om je allemaal aan de maatregelen te houden. Dus een compliment daarvoor. Hartelijk dank aan iedereen, in het bijzonder onze inwoners, de bedrijven, maar ook de politie die meegewerkt heeft aan deze dag in Apeldoorn. Dank jullie wel.